Zandland Sport, nabeschouwing. Goedemiddag, Kik. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Zit je goed in de auto? Ja, ik sta buiten mijn drive. Oké, nou, als je aan de beurt bent, dan horen we het vanzelf. Ja, waarschijnlijk wel. Gisteren de eerste wedstrijd en gelijk flink toegeslagen, Kik. Ja, dit had ik ook niet verwacht. De week ervoor verloren met 5-0 voor de beker uit bij Vevo. Wel door heel knullig verdedigen, dus dat is wel geflatteerd. Alleen, ja, we hebben afgelopen week orde op zaken gesteld, denk ik, op training. Om te kijken hoe we dat in ieder geval kunnen verbeteren. Dat hebben we heel goed gedaan. Mm-hmm. En in balbezit was het altijd al wel aardig in de voorbereiding. En ja, we hebben toch wel heel veel gecreëerd. Dat blijkt ook wel uit de scoren natuurlijk. Maar mm-hmm. We hebben het goed gedaan gisteren, dus zeer tevreden. Oké, de eerste klap is een daalder waard. Hoe zijn je ambities voor dit seizoen? Waar wil je eindigen? Nou ja, wij willen wel heel graag bij die bovenste zes komen natuurlijk. Omdat je met die nieuwe degradatieregeling anders een klasse naar beneden gaat. Ja. Naar de vijfde klas. Mm-hmm. Maar wij weten wel dat wij van ver komen. Dus ja, dat is de doelstelling. Dat gaan we proberen. En of dat lukt uiteindelijk, dat moeten we zien. Er zijn denk ik een stuk of 8-9 ploegen die hetzelfde idee hebben. Mm-hmm. En ook dezelfde kwaliteiten wel ongeveer hebben. Dus dat wordt nog moeilijk genoeg, denk ik. En, ja. Dan zullen we weer één leuk om mee te beginnen, maar het zegt natuurlijk niet zo heel veel. Nee, precies. Ik kan me voorstellen. En nou ja, met een aantal jaren geleden zijn veel Deventer clubs naar de zaterdag gegaan. Ja. Hoe bevalt jou dat op de zaterdag voetballen? Ja, voor mij was het ook nieuw. Ik heb natuurlijk vorig jaar ben ik al bij RDC begonnen als hoofdvoetbalzaak. Met voornamelijk de jeugd onder mijn hoede. En daar hebben we een leuke stap in gezet. En uiteindelijk... Ja, was het best wel lastig om te kijken hoe nu verder met je eerste elftal. Het team natuurlijk al een jaar of vijf een beetje onderin die vierde klas liepen te bungelen. Mm-hmm. Nou, hebben als technische commissie eigenlijk besloten dat ik ook dat ging doen. En ja, dat heeft wel wat spelers zeg maar, opgeleverd die eigenlijk terug zijn gekomen van andere clubs. Dus niet zo dat wij nou zo op jacht zijn gegaan. Maar meer dat jongens die zeg maar, vroeger bij RDC gespeeld hebben eigenlijk nu terugkeren. Ja, omdat ze het ook een ambitieus plan vinden om de club weer omhoog te helpen. En hoe ziet dat plan in details er wat meer uit? Nou ja, we hadden al een goede groep, maar heel jong. Vandaar ook altijd eigenlijk de wisselende resultaten. We hebben een aantal spelers erbij gekregen die wel een bepaald niveau hebben. En dan heb je samen, zeg maar, kom je tot een selectie die gewoon goed gevuld is en goed. Alleen een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Nou ja, dat betekent dat het niet vallen en opstaan gaat. Maar dat betekent ook dat wij als club zijn onszelf ja, wel een paar jaar de tijd geven daarvoor. En ja, dat is eigenlijk het plan van de club. En daar hopen wij dat iedereen daar een aantal jaar zich in kan schikken. Ja, nog even terug naar de wedstrijd nog van gisteren. Klopt het dat het tot vlak voor tijd nog 4-1 was? Ja, we kwamen vrij snel 1-0 voor. Een corner van de tegenstander, iets wat ongelukkig, eigenlijk ook een enige schot op goal, die vloog erin. Dus dat was 1-1, maar vrij rap in 2-1. Uitgelopen naar 4-1 bij de rust. Na rust was het een minuut of 20, 25 eigenlijk ja, niks weggeven. Maar het was ook niet meer echt heel erg interessant om naar te kijken. Nou, daar hebben we nog weer wat wissels doorgevoerd. We hebben een vrij fitte selectie momenteel. Dus ik heb jongens op de bank zitten die eigenlijk ook wel kunnen spelen. In de basis. En ja, die hebben dan nog de kans gekregen. En ja, die zijn dan toch wel gretig. En dan komt er weer een nieuw elan in zo'n wedstrijd de laatste 20 minuten. Wat toch weer een half veel kans opleverde en 3 doelpunten. Ja, alle 3 van Luc Helms. Ja, alle 3 van Luc Helms. Die was iets wat getergd omdat hij niet in de basis begon. En dat zijn dingen waar je zeg maar ja, ook mee om moet gaan natuurlijk als trainer. En zeker ook als speler. Ook voor Luc is het een andere situatie. Die heeft 5 jaar lang zeg maar, altijd gespeeld als hij nou wel of niet goed trainde. En nu is het een nieuwe situatie uit concurrentie. Dus hij begon op de bank. En, maar ja, viel goed in. We hebben van tevoren over gehad. Als jij zeg maar, in een eindfase van een wedstrijd nog wat extra's kan brengen. Hoe lekker is dat voor een ploeg en voor een trainer? Nou ja, dat blijkt wel. Dat heeft hij gisteren bewezen. Ja, dat heeft hij dubbel. Het was waar gemaakt nog even in die laatste paar minuten. Ja. Ja, en daarnaast Kik, zit er natuurlijk een aantal Deventer ploegen natuurlijk in deze klasse. Hoe leeft dat qua rivaliteit binnen Deventer? Ja, dat is wel erg leuk eigenlijk gewoon. Hè. Het is, vorig jaar heb ik natuurlijk vanaf de zijkant een beetje meegekeken in deze klasse.
Ik heb als bij het eerste op het veld gestaan en ook veel contact gehad met Paul Roskamp, die toen trainer was. Maar die derbies waren toch wel zeg maar de leuke wedstrijden. Hè? Met name tegen Sportje Deventer, wat natuurlijk bijna buren zijn. En tegen UD. En voor mezelf is het heel erg leuk om tegen Helios te spelen. Arie Schrijvers is een goede vriend van mij. Die spreekt ook veel. Daar gaan we wel regelmatig een keer op visite bij hem of bij ons. En daar moeten we natuurlijk ook nu tegen. En dat is voor ons erg leuk, omdat we op dit niveau elkaar ook weer tegenkomen. Ja, zo is het. Nou ja, genoeg uitdaging voor dit seizoen. Voorlopig sta je lekker aan kop, Kik. Met 3 punten, 7-1 tegen. En, dat is niet verkeerd. Oké, nou goed. Ik wil je bedanken voor je tijd, Kik. En leuk dat je aan de lijn wil komen. Sinds dit jaar hebben we ook gelukkig alle nummers erbij gekregen. Maar dank aan Dave de Voetbal van de trainers van deze klasse. Zodat we daar ook aandacht aan kunnen geven in Sanansport. En we blijven het zeker volgen, Kik. Helemaal goed, dankjewel. Prettige uitzending verder. Jij ook. Fijne zondag. Dankjewel. Dag. Oké, dag.